heb vandaag voor jullie een filmpje over mijn Holy Grails. Mijn favoriete producten van de afgelopen jaren, die ik al heel lang gebruik en ook eigenlijk met plezier nog steeds gebruik. En ik werd hierdoor geïnspireerd omdat ik een stukje voor de Bijenkorf ging schrijven. En ik dacht van, dat lijkt me een leuk onderwerp. Nu wil ik hetzelfde stukje ook graag op YouTube neerzetten. Alleen ik dacht van, dat doe ik eventjes wat extra's mee. Ik maak er ook even een filmpje bij. Dus jullie gaan nu een aantal van die producten voorbij zien komen. En er komen ook wat nieuwe favorieten voorbij. Maar dat volgt aan het einde. Dus kijken jullie even mee? Goed, mijn Holy Grails. Sommige van jullie kennen misschien een aantal van die producten al, omdat ik ze wel vaker laat zien. Bijvoorbeeld de La Mer Foundation. Echt één van mijn favorieten nog steeds. En ja, prachtige foundation. Ik heb er ooit wel eens een filmpje over gemaakt. Een echte review. Kijk hier dus eventjes terug als je wil. De UV Essential van Chanel is ook echt een must. Dat is een product wat de huid beschermt tegen de UV-stralen. SPF 50 bevat. En je dus kunt gebruiken over je dagcreme en zelfs over je make-up als het nodig is. Je kunt beter een beetje van dit op je huid deppen dan verbranden natuurlijk. Ander favoriet is toch ook wel de Bobbi Brown Concealer. En de Bobbi Brown Concealer komt nu in een nieuwe verpakking. In een dubbele verpakking. En in die dubbele verpakking vind je de concealer en een poeder, de Pale Yellow Pressed Powder, waarmee je de concealer kan afpoederen. Nou, hij is nieuw, want ja, ik ben weer door mijn zoveelste concealer heen. En dit is de nieuwe, dus daar kan ik lekker mee aan de slag. Wat je dus doet, is inderdaad de creamy concealer opbrengen. En vervolgens kun je er een beetje van die Pale Yellow Powder overheen deppen om de make-up op de concealer te zetten. Maar daarnaast ligt die ook nog een beetje op. En dat is ook wel weer goed als je last hebt van wallen of kringen. Van kringen eigenlijk, moet ik wel goed zeggen. Eens even kijken. Ander favoriet product, die hebben jullie niet in de Bijenkorfblog van bij zien komen. Maar dat heeft een reden, want het is dus niet te koop in Nederland. En dat is NARS. En NARS is echt een prachtig merk. Daar heb ik heel veel producten van. Waaronder deze, dit duo dat ik echt al heel lang heb. En dit is ook al de tweede van de serie, zeg maar. Dat is de Laguna Bronzer en de Orgasm Blush heet dat natuurlijk. Blush. Nou, deze is ook must-have. Jaren al en nog steeds hartstikke fijn. Net zo fijn als deze. Dat is de Body Refiner van La Mer. En dat is dus een scrub. En in die scrub, dat is natuurlijk op basis van het principe van La Mer. Dat kennen jullie wel. Met allerlei goede producten uit of ingrediënten uit de zee. En daarnaast zit er ook nog diamantpoeder in. En dat is echt heel grappig. Want je krijgt dus inderdaad een heel mooi, fijn, zie je wat glinstertjes op je huid. Maar daarnaast zit hij gewoon heel prettig. En ook alweer de derde, volgens mij, van deze die ik gebruik. Dus zeker een must. Ander, ik ben niet zo van haarlak. Ik hou er niet van. Maar als ik het dan gebruik, dan heb ik altijd deze. Dat is L'Oreal de Elnet Satin. Hij ruikt een beetje oude vrouwachtig. Nu ben ik dat natuurlijk ook wel, dus dat komt wel goed. Maar hij is wel gewoon heel fijn. En hij doet wat hij moet doen. Nou, Chanel nagellak, dat weten jullie natuurlijk ook wel. Ben ik gek op. Nu weer de nieuwe herfstkleurtjes, heel mooi. Maar deze vind ik zelf nog steeds erg mooi. Dat is Le Particulier. En hij is uit een lentecollectie van 2 jaar geleden volgens mij alweer. En nog steeds favoriet, erg mooi. Een ander must-have product is wel, en ik heb hem even in mini formaat meegenomen. Hij is er dus ook groter. Dat is de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Dat is dus een oogschaduwbasis. Die dus zorgt dat je make-up goed blijft zitten. Nou, en over make-up gesproken, ja, dan komen we natuurlijk bij toch wel mijn favoriete merk qua oogschaduw. Dat is toch MAC. En van MAC ben ik ook gek op de, ben ik ook gek op de blushes. En dat is bijvoorbeeld zo eentje. Maar dit is maar een voorbeeld hoor, want ik vind ze allemaal even fijn. Dus dit zijn even voorbeelden van de oogschaduw en de blush. Bronzer heb ik al een hele tijd van Guerlain. En deze vind ik zelf erg mooi. Dat is de Four Seasons heet die volgens mij. De Four Seasons, die kun je nu ook gewoon kopen. Dit is de kleur 02 voor brunettes. En dat is een handige, het is een handige bronzer omdat hij 4 verschillende tinten heeft. Waardoor je hem dus bijvoorbeeld ook in de winter goed kunt gebruiken. Want dan kun je bijvoorbeeld de lichtere tinten kiezen. En in de zomer als je wat donkerder bent, dan kies je voor de donkere tinten. Handig om zo te gebruiken. En nou,
Ik heb hem in mijn hand, dan kan ik hem hier neerleggen. Dat is mijn borstel, de Mason Pearson Brush. Ik heb hem ook al heel erg lang. Dit is een vrij kleine versie, er zijn ook grotere versies. Maar hij, ja, prachtige, goede borstel die echt jarenlang meegaat. En ze geld meer dan waard is, want ze zijn niet goedkoop. Even kijken hoor, dan heb ik deze. De handcreme van Chanel, ook een van mijn favorieten, ook al heel lang. Van de Body Excellence lijn. En even kijken, dan hebben we nog een eyeliner. De eyeliner, gel eyeliner, ben gek op gel eyeliners. En deze is van Bobbi Brown. Hoezo? Van Bobbi Brown. En dit is de Caviar Ink, volgens mij. Dat is een hele mooie kleur, want het is een beetje zwart-bruine kleur. Maar daarnaast zijn ze gewoon allemaal mooi en prettig. Dus die gebruik ik ook graag. Eigenlijk bijna iedere dag. Als ik wil zelf tannen, zelf bruinen, dan gebruik ik deze sinds vorig jaar. Dat is de Clarins Delectable Self Tanning Mousse. En die kun je voor je gezicht en voor je lichaam gebruiken. En er zit ook nog een SPF 15 in, waardoor je dus ook beschermend tegen de zon als je toch in de zon terechtkomt. Ja. Deze laten zien, deze lading. MAC kwasten. Kwasten om make-up op te brengen. Voor blush, voor gezicht, voor ogen. Ik kies voor de MAC kwasten. Eigenlijk ook al favoriet. Al een jaar of 4-5 denk ik. Dus zeker een aanrader. Wenkbrauw epileren doe ik alleen met deze. Dat is de Pointed Tweezer van Tweezerman. En dat doe ik samen met dit spiegeltje. Dat is een vergrotend spiegeltje. Dat is ook van Tweezerman. En ja, die combinatie is echt perfect. Ieder haartje haal je perfect weg. Wel een beetje voorzichtig zijn, want misschien kunnen jullie het zien. Hij is namelijk heel scherp. En als je niet uitkijkt, dan prik je zo in je huid. Maar goed, daar krijg je ook wel weer een beetje handigheid in. Dit spiegeltje moet er dus bij. En mascara, nou, dat is altijd een beetje lastig, mascara. Maar om mascara uit te kammen gebruik ik altijd dit wimperkammetje. En het wimperkammetje is ook van Tweezerman. Dat is eigenlijk een een product wat je eigenlijk gewoon moet hebben. En dat doe je dus ook je rest van je leven volgens mij mee. Tenzij je hem kwijtraakt. De wimperkammer van Tweezerman. Heb ik dan alles laten zien? Even kijken hoor. Moment. Nee. Ik heb één belangrijk ding vergeten. En jullie hebben het misschien al gezien op de website. Dat is de 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. En de 8 Hour Cream die zorgt... die kun je eigenlijk overal op smeren. Het is dus voor de hele huid. Maar het is voor je lippen. Het is bijvoorbeeld voor je nagelriemen. Ruwe plekjes. Als je een klein wondje hebt van een puistje of iets dergelijks. Als je bijvoorbeeld een irritatie ergens hebt. Dan kun je hier een klein beetje van op smeren. Gebruik het dus plaatselijk. Niet over je hele gezicht. Dat is zeker te veel. Het ruikt niet lekker. Het ziet er ook niet echt heel lekker uit. Maar het werkt gewoon echt geweldig. Dit is een potje. Dat staat altijd op mijn nachtkastje. Het komt ook in tubetjes. Die handig zijn om mee te nemen. En je hebt er ook een stick voor in. Voor je lippen. Als je het echt alleen voor je lippen wil gebruiken. Maar dit is echt het ultieme must-have product. Wat je gewoon in huis moet hebben. Nou, dit waren mijn Holy Grail artikelen. Producten van echt van afgelopen jaar. Die gebruik ik al zo lang. Maar er is nog meer. Want... er komen altijd heel veel nieuwe dingen binnen, dat snappen jullie. En uit die nieuwe dingen komen ook wel weer eens dingen waarvan ik denk van... goh, dat zou best wel eens een Holy Grail kunnen worden. Zal ik die ook nog even laten zien? Dan pak ik ze er nog even bij. Moment. Ben ik weer terug. Maar weet je wat ik nou vergeten was? Ik was gewoon vergeten mijn favoriete geur te laten zien. En dat is de van Chloé. Van Chloé. De Eau de Fleur en dan de Neroli parfum. En het gekke is, ik vind hem echt de lekkerste parfum die ik heb. Vind ik zelf. En ik gebruik hem nog niet dagelijks. Want ja, dan is het weer van of dan heb je haar weer met die geur. Of dan is hij zo snel op. Niet dat dat uitmaakt, want dan koop ik weer nieuwe. Maar goed, zo heb je nog meer excuses. Maar eigenlijk moet ik hem dus gewoon iedere dag op doen. Maar dat zou zonde zijn, want dan kan ik mijn andere geurtjes niet dragen. Waaronder bijvoorbeeld deze nieuwe favoriet. De nummer 9, de Chanel nummer 19 Poudre. Dat zou dan ook wel weer zonde zijn. En nieuwe favorieten, volgens mij gaat deze daar ook bij horen. Dat is de Dior Bronze. En dan de Protection Solaire met de Miana Voile de Monoi. En dat is de hele fijne tropische geur van de Tiari bloem. En die zit dan hierin. Het is een spray om je tegen de zon te beschermen. Met factor 10, niet zo heel hoog. Maar er zijn ook hogere en die is ook zo fijn. En zo fijn is bijvoorbeeld ook deze nieuwe lotion. De cleansing lotion van La Mer. Die dus mijn gezicht schoonmaakt en mijn make-up verwijdert. En dat op een hele prettige manier doet. En ja, zo lekker dat ik denk van ja, deze zou toch ook wel Holy Grail kunnen zijn.
Maar we testen natuurlijk gewoon door. En datzelfde heb ik met deze geweldige Tom Ford Neroli Portofino Shower Gel. Ook zo'n product waar je gewoon iedere dag mee wil douchen. Maar dat toch ook weer niet doet, want ja, dan ruik je iedere dag hetzelfde. Maar ik zou het eigenlijk wel willen, zo lekker is die. En nieuw product waar ik denk erg blij, waar ik nu al heel erg blij van word en waar heel veel vrouwen denk ik heel blij van worden, is deze nieuwe Estée Lauder Idealist Even Skin Tone Illuminator. Dat zorgt dus voor een egale huid, echt al heel snel. En ik heb nu zeg maar iets meer dan een week in gebruik en hij is inderdaad heel erg prettig. Dus misschien ook wel de Holy Grail. En datzelfde geldt voor deze nieuwe foundation van Dior, die ook heel erg mooi is. De Dior Skin Forever. Een Flawless Perfection Fusion Wear make-up met een SPF 25. Dus dat is wel een heel hoge beschermingsfactor en ook nog eens heel mooi. En dan hebben we natuurlijk deze fantastische mooie Chanel Quartz. Die van de herfstcollectie. Die dus ook nu in de winkels ligt. Ook erg mooi. En nu ook in de winkels. Dit is toch ook wel Holy Grail Material, zoals we dat al zeggen. Dat is de wimperkrultang van Chanel. En het is een tijdelijk verkrijgbaar product, dus hij blijft niet in de vaste collectie. En ja, hij zorgt ervoor dat je wimpers mooi gaan krullen. En ja, voor de rest ziet hij er lekker chic uit, helemaal zwart. Het is volgens mij een van de weinigen die helemaal zwart is, misschien wel de enige. Dus wat dat dan gaat, ook al must-have. Twee andere must-have zijn ook weer, hebben met wimpers te maken. Dat is deze nieuwe mascara van Giorgio Armani, de Eyes to Kill. Die gebruik ik nu een paar maanden en hij is echt heel fijn. En misschien toch wel eindelijk die Holy Grail mascara gevonden. Wie weet. En anders dan heb ik mijn zinnen maar gezet op de MAC Prep & Prime Lash. Dat is de Future Length Lash Serum. Dat is een serum wat je wimpers doet groeien. En ze dikker, voller, langer, nou, echt perfect zeg maar zou gaan maken. Je moet ze wel dagelijks dit gebruiken. Dat smeer je over de... Dit is dus een transparant serum. En dat smeer je langs de wimperrand. En daar gaan ze dus van groeien. Nou, ik ben ermee bezig. Ik kan nu nog niet zeggen dat ik resultaat zie, maar dat kost natuurlijk wel even tijd. Dus dat geduld hebben we dan maar. En dan heb ik natuurlijk verteld over de Bobbi Brown concealer. Maar deze concealer van La Mer, die is ook wel heel erg fijn. En misschien ook wel Holy Grail. Samen met de lip balm van La Mer, die misschien ook nog wel fijn is. En misschien zelfs wel fijner dan de Elizabeth Arden 8 Hour Cream, omdat die gewoon heel lekker ruikt en lekker minty aanvoelt. Heb ik dan nog iets? Ja, nog één ding. En dat is wel echt een product wat volgens mij een blijvertje is. Dat zijn de Rouge Allure Velvet van Chanel. Dat zijn deze lipsticks in een matte finish. Met een matte finish. Heel licht, heel gepigmenteerd, lang houdbaar. Prachtige kleuren. Net zoals deze roze Exuberante. Een mooie, zeg maar fuchsia kleur, maar heel mooi. En hij geeft echt perfecte dekking. En nou, ik vind het echt een must-have. Er staat vandaag een artikel over op Beauty Scene, dus daar moet je even naar kijken. Dus al deze producten zouden zomaar eens bij mijn Holy Grails kunnen gaan horen, zeg maar, in de komende tijd. Dit zijn die van mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even te kijken. Hebben jullie ook van die producten die je echt moet, of die inmiddels echt tot je echte favorieten zijn gaan behoren, die je al verschillende keren opnieuw hebt gekocht? Nou, die willen we natuurlijk weten welke dat zijn. En laat het dan ook even weten bij de comments hier beneden. We zijn erg benieuwd om te lezen. Want wie weet breng je ons ook wel weer op ideeën. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Dankjewel voor het kijken en we zien elkaar snel weer. Doei!